De allervetste reviews, previews en special reports. Dit is Stargamers. Yo, gamefans van Nederland en omstreken. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Indie First Look. Zowel hier op Stargamers als op Cortex Gaming uiteraard. Vandaag is weer het onmogelijke gebeurd, het prachtige gebeurd. Hetgeen waar ik altijd van hou. Een developer, een indie game developer die naar mij toe is gekomen. Van, joh, wil je mijn spel spelen? Ik heb in totaal volgens mij 4 of 5 spellen van hem gehad. Dus die gaan jullie de komende weken waarschijnlijk zien. Zowel op Stargamers als op Cortex Gaming. En het eerste spel wat ik van deze ontwikkelaar speel, dat is het spelletje Hillborn. En Hillborn is een indie game en het is een soort van, hoe noem je het, een gevechtshelikopter simulator. Waarbij je kan vliegen, schieten en andere ongein doen. Het is een ongelooflijk complex spel. Maar voor de mensen die nog niet weten wat Indie First Look inhoudt, ik geef deze game 10 minuten de tijd, wat eigenlijk waarschijnlijk veel te kort is om alles te leren. En daarna zal ik het een cijfer geven, kijken wat er goed is, wat er beter kan. Maar zonder verder wat doen, we gaan gewoon in het eerste spelletje van deze reeks duiken. Ik heb alles als het goed is klaargezet. Volgens mij kan ik direct de battle joinen. En dan zou het goed moeten gaan zijn. Eén klein minpuntje. Maar dat komt natuurlijk omdat deze game natuurlijk nog een beta is. Dit is een enorm early access beta. Is dat er geen muziek in zit. Dus waarschijnlijk de muziek die ik nu onder heb gezet. Dat is waarschijnlijk de muziek die ik zelf onder heb gezet. Die jullie nu horen bedoel ik. Hallo, gaan we beginnen? Ja, dan gaan de 10 minuten nu in. Press any key to continue. Ja, ik wil natuurlijk wel de beste, hè. Oh my god. Oké. Oké, de controls zelf zijn redelijk simpel, alleen de rotzooi wat je er allemaal mee zou kunnen doen is immens. Je hebt verschillende soorten wapens volgens mij. Ik heb hier raketten en machine guns, zo te zien. Oké. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Wat is mijn objective? Heb ik een objective? Ik denk het wel. Ik zie allemaal rode dingetjes op de kaart. Ik heb geen idee wat het is, man. To enable, disable, cursor process. Ja, dat kan me niet schelen. Wat moet ik kapot maken? Wat moet ik neerschieten? Dat wil ik weten en meer hoef ik niet te weten. Nee, het is een enorm complex spel en het is als goed is ook online. Oh god. Gaan ze terugschieten? Hey, wacht eens even. Ja, ik zie jou wel. Kan ik een lock-on krijgen? Hallo? Lock-on. Joehoe. Ik wil die andere helikopter afmaken. Kom hier jij. Wacht. Ik geef hem even een machine gun salvo. Ik vraag me af of ik ammo heb, by the way. Ik denk dat ik hem geraakt heb. Ja. Jij denkt zomaar van me weg te komen. Nee, meneertje. Het is fucking oorlog. Heb ik ammo? Dat is mijn vraag. Ik zie geen ammo. Ik zie geen aftelletje ergens. Dus ik denk dat ik onbeperkte ammo heb. Ik weet ook niet of dat in de volle release van het spel zou zijn. Wat ik wel weet is dat het in de volle release van dit spel het een stuk beter zou zijn. Allemaal zeiden ze... Hey. Hallo, ho. Dat gaan wij eens even niet doen, meneertje. Kom jij eens even hier. Dat kan ik ook. Hey, wow. Easy, man. Easy, dude. Oké. We gaan gewoon even een stukje hoger. Hoe kan die mijn glas raken als ik... Als die fucking onder... Uh-oh. I kinda fail. Oké, dit spel is best wel cool. Oké, dus dit heeft een repair time. En dan kan ik geen shit meer. Oké. Wat heb jij voor shit? Jij hebt dingen die je kan deployen. Oké. Ik weet niet hoe ik deploy. Het schijnt dus ook dat je RPG-mannetjes kan deployen en zo kan afzetten in vijandelijk gebied, zodat ze een heleboel kunnen racken. Maar ik heb geen idee hoe die shit allemaal werkt. Ik weet ook niet of ik nou in een multiplayer server zit of niet. Oh, you motherfucking mofo. Kom dan jij eens even hier. Kom jij eens even hier. Kom hier jij. Ik weet ook niet of ik nou op mijn eigen ding schiet of... Als ik even een lock-on kan krijgen, als je fucking blieft. Ja, of dat gebeurt. Dat kan natuurlijk ook. Ik heb het gevoel dat ik dit spel speel zoals het helemaal niet gespeeld hoeft te worden. Of hoort te worden. Ik heb werkelijk geen idee. Oh. Ik speel dus inderdaad online. Tegen Duitsers en Russen volgens mij. En sortie capture frag? En ik schiet dus blijkbaar de hele fucking tijd op mijn eigen team. GG. Oké, ik moet dus op de blauwe knakkertje schieten. Denk ik. Het zou fijn zijn als... Oh, dit is een badass helikopter.
Oké, dit keer gaan we niet proberen op onze eigen poppetjes te schieten, maar op onze tegenstanders. En dat zijn de blauwe. En die moeten we slachten, denk ik. Ik heb geen idee, maar alles in mijn scherm is oranje. Dus dan denk ik haast dat ik alles van blauw moet afmaken. Kijk, daar liggen onze wrakjes. Ha, lol. Ze branden ook echt na. Dat is best wel komisch. Oké, gast, rustig. Ik ga dit keer niet op jou schieten, oké? Jij bent friendly. I know that now. Denk ik. Ik heb geen idee. Maar ik denk het wel. Dus we gaan samen, ja, jij en ik, oranje, oranje, el mano, gaan we die blauwe afmaken. Begrepen? Ik ben hier niet om je te schieten. Ik weet dat je nu bij me hoort. Je hoeft ook niet op mij te gaan schieten, oké? Geen wraak nemen. Ik weet hoe dit allemaal werkt nu. Tenminste, daar ga ik vanuit. En dan gaan we samen... Het is echt pokken en vliegen, by the way. Dit doet me denken aan Battlefield. Dat jij gewoon 3,5 uur loopt. Oh, ik ben dood. En dan kan je weer 3,5 uur lopen. Yay. Daarom ben ik geen Battlefield speler. Ik heb er echt geduld niet voor. Ik heb het echt niet. Maar dit spelletje is nog wel te doen. De map is niet extreem groot. Ik ga zo... Oh. Oh ja. Meneer Blauw. Oh, ik ben hier niet goed in. Weet je, we gaan jou eens even een lekkere raket op je bakkers geven. Hier. Oh, gaan we zo tekeer, hè, meneer? Nou, hier. Daar ga je dan. Ja. Uh-oh. Dat is niet goed. Ik hoor de piep, 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 piep. Ei! Wie schoot op mij? Hallo? Iemand? Laat jezelf zien. Maak jezelf bekend. Ik heb geen idee wat ik... Oké. Okay. Donder op met je missiles. Ja, hoe kan ik die in godesnaam ontwijken? Kamikaze missie. Vlieg erop af, land dan in hun fucking kamp, AUB. Oké, nou, de andere vliegtuigen zijn gelukkig ready. Dus dat kunnen we... Die kunnen... Vliegtuigen, voor mij dan helikopters. Dus die kunnen gelukkig weer gepakt worden. Dit spelletje is best komisch. Gewoon, het is een heel uitgebreid spel. En dat weet ik. Maar in het simpelste begrip is het spel zelfs komisch. Want je moet dus basissen overnemen. En ik zie dat ze basis 8 van ons hebben overgenomen. Dat pikken wij eens even niet. Dus we gaan eens eventjes naar basis 8 toe. En dan gaan we eens eventjes duidelijk om uitleg vragen waarom ze dat precies hebben gedaan. En als we die uitleg niet krijgen, dan krijgen we gewoon de uitleg door middel van kogels. I don't fucking know. Ik ga op ze schieten. Ik ga er naartoe. Alleen het duurt een jaar. I'm flying in the sun. Lala, ik heb geen idee. Het duurt zo fucking lang. Zit er niet een fucking speedboost op? Een teleport? I don't fucking know. Waarom kan ik niet bij basis in de buurt spannen? Waarom moet ik helemaal daar achteraan beginnen? Is daar ook een reden voor? Kan ik ergens anders spannen? Ik heb geen idee. Oké, we gaan gelijk beginnen met grove geschut. Want dit pikken we niet. Ze gaan niet zomaar basis van ons afnemen. Doen we niet aan. Nee. Maar hoe maak ik deze basis dan weer van mij? Oh, hoe kan ik remmen? Hoe kan ik remmen? Hallo, hoe kan ik remmen? Alsjeblieft. Hoe kan ik remmen? Missile! Van waar? Hier, missile terug op je hoofd. Ik weet niet wat... Oh, tuurlijk. Kom van achter. En van voor. En alle kanten. Fuck. Dit spel. Ja, het is ook 3-2. Dit is niet eerlijk. Oké, okay, dan gaan we wel weer met dit vliegtuig. Vliegtuigje. Ik iedere keer met mijn vliegtuigje is een fucking helikopter, Jan. Oké, okay, maar basis 8 is op een of andere manier weer van ons. Ik heb geen idee hoe dat gaat. Maar het is van ons. Dus, YOLO, bitches. Ik kom er ook achter dat mijn facecam eigenlijk aan de verkeerde kant had staan. Want jullie missen dus nu mijn ammo teller. Alleen mijn ammo teller telt niet af. Dus het heeft alsnog niet zo heel veel zin. I don't fucking know. Het is een early access. Dus het is een beta. Cut it some slack. Fuck it. Weet je? We gaan gewoon vliegen. We gaan gewoon schieten. Dat is wat we doen. Dat is waar we goed in zijn. Helemaal niet. Maar dat maakt niet uit. We gaan het gewoon doen. Kom op naar basis 5. Ik zie dat basis 5 aan het overnemen is. Ja, ja. Ja, basis 5 wordt van ons. Het is niet mijn schuld. Ik heb pas één kill. Ik wil helikopters neerschieten. Ik wil mensen neerknallen. Ik wil dingen doen. Ik wil leuke dingen doen. Maar ik mag geen leuke dingen doen. Omdat andere mensen me altijd anders al direct neerknallen. Wat me trouwens opviel. Ik startte dit spel eventjes voor om even te kijken of het geluid goed was. Is, hier, raketpirage. Carpet bomb the fucking place. Huppa, van ons. Hé, hey, donder op met je fucking missiles. Hé, hey, ik heb hem ontweken. Haha. Ja, daar krijg je ervan, hè. Als je op El Muerto schiet. Doen we niet aan, hè? Nee. Ga je weer schieten? Kan ik ook, hoor. Carpet bomb the fucking place. Geen idee waar ik op schiet. Oh, ik heb dus wel ammo. Ik heb geen teller meer. Cool. Fuck, mijn ammo is op. Oké, okay, door naar het volgende shit. Oké. Okay.
Not that good. Oké, shit. We lopen schade op. We lopen schade op. Ah! Weet je wat? Ik ga gewoon een fucking suicide missie erop gooien. Fuck hun. Suicide missie! Away! Serieus, ik mag geen eens een suicide missie. Kijk, dit bedoel ik dus. Bomen en zo. Je kan er gewoon in vliegen. Het maakt niet uit, want ze doen toch geen schade. Hier, kamikaze! That's it? Serious? That's it? Niet een grote shaboom. Dat was alles waar ik om vroeg. Ik wil alleen een grote shaboom. Maar dat mocht weer niet van jullie. Oké. We zijn zwaar aan het verliezen, by the way. En ik kijk op mijn tellertje en het is ook al gewoon bijna tijd. Oh nee! Nou, dat zou mooi uitkomen. Ik vind het zo lullig, want dan moet ik mijn team gaan verlaten omdat de aflevering afgelopen is. Nou, fuck it. Het zijn de regels van First Look, Jan. Het spel krijgt niet langer dan 10 minuten. Het is heel simpel. Je moet je in regels houden, in je eigen fucking regels. Niet andersom, dat werkt niet zo. Nee. Je. Dus. Maar oké, ik zie dus inderdaad staan dat ik onbeperkt machinekogels heb. Maar ik heb wel 52 raketjes maar. Oeh, raketjes. Nu heb ik zin in ijs. Jan, blijf bij de les. Blijf bij de fucking game, anders ga je het helemaal niet redden. Maar hoe deploy ik dingen op de grond? Ik heb geen idee. Misschien dat ik meer onderzoek moet doen naar wat... Nou, I don't know. I don't fucking care. We hebben het zo toch al zo goed als verloren. Fuck it. We gaan nog één actie doen. Gaan we dood. Dan krijg ik misschien wel iets langer dan 10 minuten. Maar gaan we dood. Dan is het afgelopen. En ja, dan... Missile! Waar? Daar dus. Au. Oh ja? I carpetbombed the fucking place. Hier! Ik heb niks geraakt. Wat heeft het dan voor zin om te carpetbommen als je niks raakt? Hier, bam, bam, bam. Oeh. Ik ging dood, maar ik heb wel een hoop van die klerenlijst met me meegenomen. Dat scheelt. Maar beste gamefans, ik zie dat al mijn team een beetje weer aanstroomt. Dus dat is prima. Allemaal leuk, lief en aardig. Maar dit was Hillborn. De Indiverse look op Hillborn. Hillborn, het is echt een fucking cool spel. Ik zie dit echt een leuk spel worden. Voor... Wacht even, ik ga eventjes... Ik ga eventjes quit battle, want anders gaan al die mensen doorheen lopen schieten. En dan horen jullie me niet. Nee, maar ik vind het een cool spel. Voor de enthousiast van de mensen die echt van helikopters en strijden houden en zo. Daar is dit echt het ultieme spel voor. Dus hou je van helikopters? Hou je van dogfighting met helikopters? Ga dit absoluut doen. Het doet me echt denken aan die oude Warhawk spellen, weet je wel, met vliegtuigen en dergelijke. Ik vind het cool. Ik vind het een coole simulator. Natuurlijk, het is een beta. Dus wat dat betreft zijn er nog hier en daar wat dingetjes aan die beter kunnen, zoals de muziek. En dat je ook echt als je de grond raakt gewoon ontploft. Want ja, zo werkt het met een helikopter. Je gaat niet zomaar de grond op en je skipt eroverheen. Dat werkt niet zo. Maar al met al vind ik het een leuk spel. Met andere woorden, dit spel krijgt van mij een goede 7,5. Ik vind het een 7,5 waard. Het kan natuurlijk nog beter. Het is een beta. Maar ik vind het een dikke voldoende, omdat ik vertrouwen heb in de richting waar dit spel naartoe gaat. Dus, beste gamefans, check it out sowieso. Hij staat nu op Steam Greenlit. Voor niet zo heel veel, hij kost niet heel erg duur of zo. Als dit echt een spel voor jou is, dan is het leuk. Dus check it out, Steam Greenlit. Hillborn heet, ja, Hillborn inderdaad. En dan ga ik er vandoor en dan zie ik jullie weer terug bij de nieuwe volgende Indiverse look hier op Stargamers en op Cortex Gaming uiteraard. Dus beste gamefans, vond je een leuke video? Laat dan vooral even een like achter. Ben je nog niet geabonneerd op Cortex Gaming, het gamekanaal? Kijk je dit op Stargamers, staat er nu ergens een linkje in beeld. Als je daarop klikt, word je automatisch naar de pagina toegebracht. En kijk je dit op Cortex Gaming, staat er een link onder in de descriptie voor de website Stargamers. De vetste site voor jouw dagelijkse nieuws, updates, reviews en previews. En dan zie ik jullie gewoon weer terug bij de volgende Indiverse look, zowel hier op Stargamers als op Cortex Gaming uiteraard. Dus beste gamefans, zoals altijd, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende keer. Mazzel!